In Dag Allemaal vertelt ze namelijk meer over de aardbeving in Turkije. Kat woont al een tijdje met haar gezin in Istanbul sinds Dries een contract ondertekende bij de Turkse voetbalploeg Galatasaray. Het is heel pittig geweest, steekt Ker. In Istanbul hebben we van die aardbeving niets gevoeld, maar de hele natie is in diepe rouw. Iedereen heeft wel familieleden en vrienden in die streek. De gesprekken gaan er ook de hele tijd over. Ik hoor de meest verschrikkelijke verhalen, aldus Kat. Ondertussen ligt het openbare leven ook nog al. De aardbeving heeft een enorm effect op het dagelijkse leven, vertelt Kerkhofs. Er is veel afgeschaft, de voetbalcompetitie ligt stil, er zijn geen optredens, het is niet gepast om nu in Turkije te feesten. En hoewel ze zelf niet Turks is, leeft Kat wel intens mee met de Turkse gemeenschap. Elke avond als ik ga slapen, gaat er door mijn hoofd dat er mensen in de kou zitten. Dat het zo dichtbij is, maakt het heel echt. We'll be right back.